In de eerste helft heeft VVV Venlo niet veel in te brengen. De gasten uit Mönchengladbach zijn sneller. En dat zien we al na 8 minuten. Dan is het raak. Lars Stindel scoort de 0-1. Het is voor VVV Venlo de laatste test voordat de competitie begint. Komende zondag trapt VVV af tegen FC Emmen. In de 36e minuut. Chris Koem is te laat bij een doorbraak van Patrick Herman. En de bal gaat op de stip na deze tackle. Algerijns international Raimi Bensebani achter de bal. 26 jaar en hij faalt niet. 0-2. En hij verdubbelt dus de voorsprong in de eerste helft. Dames en heren, in de 37e minuut is de stand gekomen op 0-2 door doelpunt van Borussia Mönchengladbach met nummer 25. Doet VVV dan nog wat terug? Jazeker, Evert Lindhorst verovert de bal en geeft een prachtige steekpaas op Giacoumakis. Hij schiet in de korte hoek en de keeper kan er nog net bij. Fans zijn op afstand welkom in de koel en zij hopen op een betere tweede helft tegen de Duitsers die afgelopen seizoen als vierde eindigden in de Bundesliga. Maar meteen naar rust zijn daar weer de snelle aanvallers van Borussia en ze verrassen de verdediging van VVV. Invaller Torben Musel kan volledig vrij inkoppen en dan staat het al meteen 0-3 aan het begin van die tweede helft. En daar zijn ze weer, de Duitse aanvallers die snijden door de verdediging van VVV in de 56e minuut. Deze prachtige goal van Patrick Herman. Een lopje over keeper Kirschbaum. En eindstand staat op het bord 0-4. En dus een feestje voor de Duitsers, want die pakken de Herman Thewe-bokaal. Dankjewel.